We staan hier met weer een kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september in het jaar Onze Heer is 2012. Namelijk hier staat ze, Corine de Jonge van Ellemeet. Zij staat op de lijst van GroenLinks, nummer 9. U bent een van die aanstormende talenten van GroenLinks en Amsterdam heel bekend al, hè? Zo is het. Ja, licht toe. Nou, ik heb een tijd in Amsterdam gewerkt, bij de gemeente Amsterdam, bij een economisch programmabureau. Dat heet Amsterdam Topstad. Daar was ik adjunct-directeur. En daar heb ik me vooral bezig gehouden met het aantrekken van internationale bedrijven naar Amsterdam. En nu werk ik bij de Westergasfabriek, ook als adjunct-directeur. Dus weer een heel andere tak van sport. Een commerciële instelling die gericht is op cultuur. En wij werken zonder subsidies. En ik heb daar heel veel waardevolle ervaring op gedaan. En nu gaat u adjunct-directeur bij GroenLinks worden. Nou, hopelijk Kamerlid, dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, dat zou ik heel graag willen. Ja, waar komt die ambitie vandaan om bij zo'n partij die al jarenlang slechte publiciteit heeft, laatst staat in de peilingen, het moeilijk heeft om daar de zaak te gaan redden? Is dat een beetje uw ambitie? Het is een prachtige partij. Het is een partij waar ik heel erg trots op ben. Het is dé partij in Nederland die gaat voor een volledig groen programma. Er is geen enkele andere partij die dat zo radicaal doorvoert als GroenLinks, met economische kansen en hard voor onze kinderen en voor de toekomst. Het is een partij waar ik me al heel lang bij thuis voel. En de aanleiding voor mij om nu te gaan solliciteren, dat is toch wel echt het kabinet Rutte geweest. Ik heb me dat nooit zo persoonlijk aangetrokken als de afgelopen jaren, de roofbouw die er op onze samenleving is gepleegd. Ja, dan moet ik zeggen, ik moet het woord koenders nu laten vallen als je zo begint, want het kabinet Rutte, GroenLinks hebben op basis van een deal gesloten met de restanten van het kabinet Rutte, het zogenaamde Koendersakkoord. GroenLinks is ook trouwens in die periode medeverantwoordelijk geweest voor meedoen aan de oorlog in Afghanistan. Zijn er toch geen reden om te denken, ik kan het beter niet doen, want ze dwalen af van het rechte pad door het moeras naar een groene samenleving. En in plaats daarvan gaan ze oorlog voeren en kort op dit en de belastingen verhogen. Een heel andere partij is het geworden door dat Koendersakkoord. Met het Lenteakkoord of het Vijfpartijenakkoord heeft het Koendersakkoord heeft GroenLinks laten zien dat wij in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen. En dat het ook de hoogste tijd is om onze ambities om te zetten in resultaten. Het is natuurlijk heel mooi om in oppositie te zitten. Daar kan je ook het een en ander bereiken. Maar je kan nog veel meer bereiken door aan tafel te zitten. Door echt te zorgen dat die belastingen op vervuilende industrieën ingevoerd wordt. Dat wij een groen programma invoeren in Nederland. Maar de industrie in Nederland is toch al heel aan het vergroenen. Duurzaamheid is toch het modewoord. Je hebt zelfs tegenwoordig al duurzaamheidsgoeroes. Het is absoluut waar dat er heel veel in Nederland gebeurt op het gebied van het vergroenen van de economie. Heel veel ondernemers zien al lang het licht en zijn al lang bezig. Maar de politiek, halleluja, ja. Maar de politiek heeft het laten afweten. En GroenLinks ziet dat het tijd wordt om ook daar stappen te gaan zetten. En al die ondernemers die al lang bezig zijn, die hebben eindelijk de steun nodig waar ze al zo lang om vragen. Ja. Dus het Koendersakkoord, sommigen noemen het Lenteakkoord, dat is nog een woord voordat ik weer vergeten ben. Dat is de eerste stap van GroenLinks wil in de regering. Ik denk dat wij een hele Jolanda Sap voor president. Nou, Jolanda Sap zou natuurlijk uitstekend geschikt zijn om mee te regeren. En dat geldt voor onze hele partij. Ik denk dat het goed voor Nederland zou zijn als wij mee regeren. Beste kijkers, het is maar dat u dat weet.